Daar zit ze, de VIP van deze week, met voetbal. Want zij is Anouk Hoogendijk en zij speelt in het Nederlands damesvoetbalelftal. En in augustus kunnen jullie zien op het EK, hè? Klopt, dat kan je allemaal volgen op tv. Zender is nog niet bekend, maar het wordt sowieso allemaal uitgezonden. Nou, dat gaan we volgen. Hey, je bent nu 23 jaar. Hoe oud was je toen je voor het eerst achter zo'n voetbal aanrende? Nou, in de straat al wel heel jong. Vanaf groep 3, 4. Maar op mijn 9e ben ik pas echt op voetbal gegaan. En tegenwoordig zijn er wel heel veel meisjes, hè, die voetbal spelen. Maar... ja, echt heel veel. Het is bijna de grootste sport in Nederland. Ook onder meisjes? Voor meisjes, ja. Meer dan 100.000 vrouwen of meisjes voetballen. Maar wat is er nou zo leuk aan, vond jij? Waarom ben je het zo fanatiek gaan doen? Ja, het is gewoon een lekkere sport om je uit te leven. En een teamsport is sowieso leuk. Dat je met z'n allen voor één doel aan het strijden bent. Het is ja, je werkt voor jezelf, maar ook weer met z'n allen. En gewoon het teamgevoel. En wat is nou het verschil tussen iemand die gewoon aardig voetbal speelt op straat en een topspeler zoals jij? Nou ja, ze beginnen eigenlijk allemaal op straat. Dus iedereen die op straat begint kan een topvoetballer of topvoetbalster worden. Ja, maar goed, je maar moet wel iets extra's hebben natuurlijk, toch? Ja, je moet natuurlijk talent hebben, maar vooral ook veel doorzettingsvermogen. En wanneer wist jij dat je talent hebt? Ik heb vroeger... toen ik voor het eerst geselecteerd werd voor een selectieteam, denk ik. Toen dacht ik, er zit misschien wel meer in. En langzamerhand stroom je zo door in meer teams. Nou, je speelt dus in het Nederlands elftal, maar door de week, of hoe noem je dat, de andere dagen en wedstrijden, speel je voor FC Utrecht. Ja. Hoe zit dat precies? Ik train 5 keer per week bij FC Utrecht. En we spelen op donderdagavond wedstrijden. Dus in de competitie in Nederland speel jij voor Utrecht? Voor FC Utrecht, maar als het gaat om het land verdedigen, dan komen de beste speelsters bij elkaar? Ja, dan komen we van alle clubs bij elkaar. En dan zijn we geen concurrent meer, maar medespelers. En waar praten jullie over in de kleedkamer? Nou, eigenlijk over van alles. Ik denk een beetje... alles wat je kan bedenken eigenlijk. Niet alleen over voetbal, hè? Nee? Nee. Maar zou dat bij de mannen zou dat anders zijn? Zou dat die... Nou, ik denk dat het een beetje hetzelfde is als bij de mannen, hoor. Dat verschilt niet zoveel. Nee, kijk je nou veel naar de mannen om te zien hoe zij voetballen? En wie voetbalt er beter? Eigenlijk moet je gewoon geen enkele sport vergelijken van de mannen en de vrouwen. Waarom niet? Iedereen doet dat altijd met het voetbal, omdat het toch een beetje een mannensport is. Ja. Maar mannen zijn gewoon qua bouwen sterker en sneller. Dus wat dat betreft verliezen wij altijd van de mannen. Maar we zijn tactisch en technisch minstens zo goed. En wat betekent dat dan? Dat we het waarschijnlijk fysiek afleggen, maar dat we op andere vlakken dat we wel minstens zo goed zijn. Maar je vindt het gewoon een beetje onzin eigenlijk om het over te hebben wat leuker of beter is? Ja, je laat ook niet de nummer 1 van de vrouwen met tennis tegen de nummer 1 van de mannen. Dan weet je ook al dat de mannen gaan winnen. Terwijl die vrouwen ook hartstikke goed zijn. En dat wordt ook goed bekeken. Dus ja, zo moet je bij de vrouwen ook bekijken. Tot een bepaalde leeftijd kan je gewoon mee met de jongens. Dat heb ik zelf ook gemerkt. En daarna worden ze gewoon echt een beetje te groot. Ja. Wat is jouw favoriete plek in het veld? Waar sta je het liefst? Het liefst sta ik op het middenveld. Waarom? Nou, dan kan je toch met alles een beetje meedoen. Aanvallen, verdedigen, rechts, links. Allround ben je? Ja. Meest betrokken in het spel. In augustus, het EK. Dan gaan we je volgen. Heel veel succes en dankjewel dat je hier was. Ja, jullie ook bedankt. Dankjewel, Anouk.